Dijk, de samenloop voor hoop is in Gennep al een heel begrip. Maar wat is de reden dat wij hier in het Maasziekenhuis zijn in Beuge? Dat is een goede vraag. Wat is de reden waarom wij in het Maasziekenhuis zijn? Samenloop voor hoop is een estafette wandelevenement wat op 8 en 9 juni in Gennep gaat plaatsvinden. En wat veel ondersteuning behoeft om zich op een hele goede en op een grootse manier te manifesteren. En dat is een van de redenen geweest waarom ik contact heb gelegd met het Maasziekenhuis. Het RUCO staat voor Radboud Universitair Centrum Oncologie. En dat houdt in dat de intensieve samenwerking die het Maasziekenhuis is aangegaan met het Radboud uitmondt in de zorg, in de oncologische zorg zoals we die nu aan de patiënt in deze regio kunnen aanbieden. Is dat helemaal een taak die helemaal alleen voor waar u mee bezighoudt, alleen oncologie? Nee, polyinterne en oncologie, dat zijn mijn aandachtsgebieden. En hoe bent u tot dat verbindingswoord samenloop voor hoop, hoe bent u daarmee in verbinding gekomen? Nadat ik overleg had gehad met Theo Mennen, dat is onze directeur van het ziekenhuis, die had met Fred gesproken en daar gehoord over het initiatief wat Gennep aan het ontwikkelen is. En de rol die Fred zag voor het ziekenhuis en die, waar wij graag ondersteuningen willen aanbieden. Zijn we met elkaar aan de praat gegaan en daarom zitten we nu hier om te vertellen wat we tot nu toe hebben bereikt. Ik heb een eerste gesprek gehad met meneer Hanselaar. Dat is de voorzitter van de Raad van Bestuur en ex-directeur van KWF Kankerbestrijding. Daarna heb ik een gesprek gehad met meneer Mennen, de directeur van het ziekenhuis. En beide waren zo enthousiast over het idee om het Maasziekenhuis te betrekken bij de totale organisatie van de samenloop. Het was geen enkel probleem. Heel graag zelfs. Het allereerste is op 18 april te doen. Daar wordt er voor de mensen in de regio een informatieavond aangeboden waarbij de samenloop zich zal presenteren, maar waarnaast ook drie specialisten op het gebied van oncologie, te weten een medisch oncoloog, een chirurg en een klinisch geneticus, een verhaal zullen houden over de wetenschappelijke ontwikkelingen en de effecten daarvan in de huidige zorg. Maar u gaat zich daarvoor inzetten en wat wilt u daarmee bereiken in deze kant van de Maas? Wij willen sowieso graag de support leveren aan de samenloop. Ook voor ons, of als ziekenhuis, om oncologie nog een keer in kaart te zetten of op de kaart te zetten. Wij hebben heel bewust contact gezocht met het ziekenhuis, omdat wij vinden dat de samenloop zoals wij die in Gennep organiseren geen Gennepse aangelegenheid is, maar een Maasduin aangelegenheid. Dus we hebben duidelijk gekozen voor een samenloop in een grotere omvang, die onder andere ook dit gedeelte aan de andere kant van de Maas moet raken. Dus het betekent gewoon dat we het Maasziekenhuis opgezocht hebben als een punt van waaruit we dus de gemeente Boxmeer, deze omgeving, willen informeren over dat er een samenloop plaatsvindt in Gennep en de wijze waarop je erbij betrokken kunt raken. En het is dan fantastisch dat we met het ziekenhuis een soort samenwerking hebben kunnen opzetten, waardoor we op 18 april hier in dat ziekenhuis een avond organiseren waarin dus enerzijds het ziekenhuis kan vertellen de ontwikkelingen en de zaken die het ziekenhuis betreffen. En anderzijds dat we de bezoekers, en we rekenen op heel veel bezoekers, dat wij de bezoekers kunnen vertellen wat een samenloop is, waar die gaat komen, hoe je erbij betrokken kunt raken, et cetera. Dus er is een fantastische samenwerking ontstaan tussen het Maasziekenhuis en de samenloop.